Als de Surinaamse regering eind juni van dit jaar een aflossing van $23 miljoen niet kan voldoen voor een lening die gesloten is via het Oppenheimer Fonds, zal ons land gedegradeerd worden naar een default status. De lening heeft een aflossingsdeel van $15 miljoen en een rentedeel van $8 miljoen. Volgens econoom Jim Boussaid had de regering moeten weten dat er een aflossing volgt. Er zijn twee grote obligatieleningen gesloten, waarvan de laatste een halfjaarlijkse betaling kent. De gevolgen voor een degradering zijn vergaand voor ons land. Suriname heeft twee leningen geplaatst op de internationale kapitaalmarkt. Een van $550 miljoen met een looptijd van 10 jaar, waarbij is afgesproken dat jaarlijks de rente wordt betaald. En in 2026 dan de hoofdsom, $550 miljoen. Daarvan moeten we elk half jaar de rente betalen. Daarna is er ook via Oppenheimer een tweede obligatielening geplaatst. Dat was in december. Dat is een obligatielening met een looptijd van 3 jaar. Waarbij wel elk half jaar de rente en de aflossing moet worden gepleegd. We staan voor zo'n moment. We op 30 juni, eind volgende week dus, moeten dus een bedrag van $23 miljoen ongeveer, $8 miljoen rente en $15 miljoen aflossing van de hoofdsom, moet dus terugbetaald worden. En we zitten door onze precaire deviesensituatie met het probleem nu, hoe gaan we dat aflossen? Het is belangrijk dat Suriname die aflossing doet, omdat als wij het niet doen, we dan formeel in een default geraakt. Doordat de macro-economische omstandigheden hier ernstig zijn verslechterd en daardoor ook de aflossingscapaciteit, hebben internationale ratings agencies de rating van Suriname verlaagd naar CCC. En als wij die rente- en aflossingbetaling volgende maand niet doen, is er werkelijk sprake van een echte default. En dat kan betekenen dat de ratings agencies Suriname dan verder afwaarderen naar de rating categorie D, default. En dat is zeer gevaarlijk, omdat de toegang tot de internationale kapitaalmarkt wel haast wordt afgesloten. En als we in default geraken, komt die deur bijna dicht te vallen. En twee, het heeft ook implicaties voor de banken. Daar is op gewezen. Banken hebben krediet verstrekt aan de overheid. En tot op dit moment, volgens de regelgeving van de centrale bank, is de risicograad nul. Maar als je overstapt op IFRS, International Financial Reporting Standards, is de risicograad dan niet meer nul, maar gebaseerd op de rating van het land. En dat betekent dat banken aan de kredieten aan de overheid, en bij alle banken is de overheid de grootste lener in Suriname, dat er plotseling grote voorzieningen gaan moeten worden getroffen, debiteurenvoorzieningen op slechte leningen, wat gaat betekenen dat hun winst wordt weggevaagd en daarmee ook hun solvabiliteit. Dus u ziet de donkere wolken die zich boven ons land samentrekken, als we dus niet in staat zijn om die verplichting na te komen. En dat zei econoom Jim Boussaid. Steven Debi Persat van de Vereniging van Economisten in Suriname, VES, zegt dat de regering heeft gefaald om tijdig de aflossingen te doen. De regering zou niet alleen veel transparanter moeten zijn bij het aangaan van leningen, maar ook in de totale financiële huishouding zou de samenleving meer inzage moeten kunnen krijgen. Waarom hebben we als land dit laten gebeuren? Waarom heeft de overheid, waarom heeft het ministerie van Financiën geen reservepot gemaakt? Ik kan me herinneren dat er eind vorig jaar was er een discussie in DNA waarbij verschillende strafmaatregelen voor het verhogen van de staatsschuld zijn weggenomen. En daarbij is ook toen gezegd van de minister moet een plan van aanpak hebben om de staatsschuld te saneren. En dat moest eigenlijk al dit jaar te zien zijn. Dus de instituten die de minister moeten controleren, hebben het ook laten liggen. Dus ten eerste is het al kwalijk hoor, als de overheid inderdaad geen geld opzij heeft gezet. Want je weet bliksems goed dat je deze aflossingen moet doen. En je weet natuurlijk ook wat de condities zijn, wat er gaat gebeuren als je niet betaalt. Maar ook de instellingen die moeten controleren, vooral Bureau voor de Staatsschuld. Maar eigenlijk ook DNA. Heeft dus geen behoorlijk toezicht gehouden
of zo net wel steeds is meegenomen in de wetgeving en steeds is gezegd op publieke vragen. Het is dus kwalijk, want het is niet alleen maar een falen van het ministerie van Financiën, maar eigenlijk het falen van een heel overheidsapparaat, van een hele overheid. Kan dat zo straffeloos gebeuren, dat het land in zulke ernstige problemen wordt gestort? Oké, dus dat is een juridische vraag. Dat is natuurlijk een boodschap voor de nieuwe regering, om je eigen geloofwaardigheid te behouden. Ook al heeft de vorige regering geloofwaardigheid verloren. We moeten begrijpen dat elke regering handelt namens Republiek Suriname. Dus dingen die niet betaald worden, worden direct overgeërfd door de nieuwe overheid en worden een last voor de hele samenleving. Wij als samenleving moeten dit ook eisen, dat voortaan controlemaatregelen zichtbaar zijn. Natuurlijk, het begint allemaal met transparantie. Het is blijkbaar niet gebeurd bij de zittende demissionaire regering. Maar van de nieuwe regering moeten we transparantie eisen, good governance, anders zal je deze grappen blijven krijgen. Maar klopt het dat de centrale bank mee heeft gewerkt aan het verhogen van de staatsschuld? Je ziet in een publicatie in mei van de centrale bank dat de staat grote voorschotten heeft genomen. Gisteren was te zien dat de voorschotten, die hadden vooral betrekking op, op het noodfonds in verband met COVID, zijn gestegen met 1,5 miljard, maar er is nog meer. Er zijn nog wat miljarden zelf over. Dus de trekkingen worden gedaan door de staat bij de centrale bank. Die centrale bank financiert dus moeilijk. Een samenleving weet precies wat dat betekent. Dus op het moment dat de centrale bank zo toegevelijk is naar de regering, blijft doorgaan om het ministerie van Financiën te financieren, betekent het dat het gevolgen zal hebben op die samenleving. Je weet dat op korte termijn, maar vooral op langere termijn, je daarmee de samenleving gaat verarmen. Dus er is inderdaad ook een belangrijke waakfunctie bij die centrale bank om dat gewoon niet te doen. Steven D. Bieberschat van de Vereniging van Economisten in Suriname was dat. Roy Shamnarain van de Surinaamse Federatie van Belastingadviseurs, SFB, zegt dat de belastingen een grotere bijdrage kunnen hebben aan de staatsbegroting. Op dit moment worden de belastingmogelijkheden in Suriname onvoldoende benut, waardoor een groot deel van het begrotingstekort wordt ingevuld met leningen. Shamnarain heeft de belastingmogelijkheden voorgehouden aan de toekomstige coalitie, die erg enthousiast is met de voorstellen. Wij hopen dat wij blijven voor dit soort zaken die betrekking hebben op de openbare financiën. Een goede gesprekspartner van de overheid kunnen zijn. Als je goed kijkt hoe de overheidsbegroting in Suriname gefinancierd wordt, dan is dat aandeel dat de belastingen die daarin levert heel klein. En men is de laatste tijd overgegaan om de makkelijkste weg te kiezen. Als de overheidsbegroting moet worden gefinancierd, laten we dat maar ergens lenen. En wat je nu ziet is, van er is zoveel geleend en men weet niet eens van waar die leningen allemaal gesloten zijn en wanneer er afgelost moet worden. En je staat nu dus voor het punt dat als je niet binnen een week een bedrag ophoest, je in een default situatie komt, wat dus rampzalig zal zijn voor de hele gemeenschap. Dus we moeten terug naar het systeem waarbij het grootste deel van de overheidsbegroting, of in elk geval een substantieel deel daarvan, uit de belastingen komt. Waardoor je weet, luister, als de belastingbetaler heeft bijgedragen aan een weg of aan een brug of aan een school, dan gaat die belastingbetaler niet van jou rente vragen voor het geld dat ze je gegeven hebben, omdat zij het belang daarvan inzien en daarom dus die bijdrage leveren. Dus je hoeft als je belastingen als financieringsbron gebruikt, hoef je niet bang te zijn dat je ooit gaat moeten aflossen weer, of dat je ooit rente gaat moeten betalen waardoor je in financiële problemen komt. Het verhaal dat Boussaid en Debbie Persat hebben verteld sluit bijna naadloos aan bij het verhaal dat wij dus bij die vier coalitiepartners daar hebben gehouden. En gezien de actualiteit kan je dan ook begrijpen dat zij daar heel aandachtig naar geluisterd hebben en heel enthousiast waren over datgene wat wij gebracht hebben. Maar hoe kan de staat, hoe kan de overheid, hoe kan de regering haar belastinginkomsten verhogen? Kijk, er wordt jaarlijks een financiële nota gepubliceerd waarop een gegeven moment de regering aangeeft hoeveel zij aan inkomsten denken te binnen te halen uit belastingen, hoeveel uitgaven ze zullen moeten doen. En wat je vaak ziet is dat de uitgaven veel en veel hoger zijn dan wat ze als
belastinginkomsten denken binnen te brengen. En wat dan het verschil is, dat wordt dan ergens geleend. Als je goed kijkt, is het normaal voor ontwikkelingslanden als Suriname dat de bijdrage van belastingen in die overheidsbegroting zo globaal rond de 25% van je BBP zou moeten zitten. Als je kijkt naar de financiële nood van Suriname, dan ligt dat zo rond de 11-12%. Dus dat is een heel grote onderperformance. Er wordt niet voldoende eruit gehaald, terwijl die wetten er zijn. Die Belastingdienst die is er. Maar als op een gegeven moment die Belastingdienst niet voldoende toegerust wordt, dan zou je nooit op een behoorlijke manier dat bedrag kunnen binnenhalen. En dat is waar het aan schort. Waarom schort het daaraan? Kijk, die wetgeving is op een aantal gebieden achterhaald. Maar mensen werken ermee. Mensen weten dat ze inkomstenbelasting moeten betalen. Dat ze vermogensbelasting moeten betalen. Dat ze huurwaardebelasting moeten betalen. Maar dat apparaat dat die belasting moet gaan halen, die moet ook toegerust zijn. Moet goed opgeleid zijn. Moet goed aangestuurd worden. Moet weten wat de targets zijn die ze moeten halen om op een gegeven moment aan de slag te gaan.